Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis. We praten met een tweetal gasten. Straks met Robert van Galen. Hij is van D66 en zit in de gemeenteraad van Tiel. Maar nu eerst meneer De Wild. Of mag ik Jan zeggen? Jij mag Jan zeggen en ik. Dan spreek ik jou ook met Rini aan. Of met jij en jou gaan we dan doen. Hè? Ik vind het helemaal goed. Okay. En u bent eigenlijk de oprichter van Sociaal Tiel. Mag ik het zo stellen? Nou, dat mag je helemaal... Mede-oprichter. 50%. Er is ook nog een andere senior, u wel bekend, die daar ook heel hard aan gewerkt heeft. Wie was dat? Dat was Huub van Heiningen. Maar je vraagt nu naar de bekende weg. Hè? Ja goed, maar mensen die dat niet weten, is dat natuurlijk wel mooi om dat ook even duidelijk te stellen. Huub van Heiningen is vrij snel weer uit die partij gestapt. Dat zijn uw woorden. Ja, maar vul ze eens aan dan, als het anders is. Wat heb ik hier aan te vullen? Niks. Dat is zo. Maar goed, daar gaat het verder ook niet om. Sociaal Tiel, jullie zijn druk bezig als partij in Tiel om jezelf te profileren. Hoe doen jullie dat? Door statement te maken, maar dat lukt nog niet zo goed bij ons. En waar ligt dat aan dat het nog niet lukt? Nou, aan de kennis en kunde. Ik heb momenteel besteed meer uren nu aan de lokale politiek vanwege Sociaal Tiel als voorheen. Als gemeenteraadslid voor een andere politieke lokale groepering. Dat was Pro Tiel, hè? Want daar bent u voor Sociaal Tiel bij aangesloten geweest. Ja, dat klopt. Maar goed, ook daar gaan we het niet over hebben. Sociaal Tiel, sociaal, de naam zegt het al. Mm-hmm. Hè? U bent met name bezig met de ouderen, maar ook met de zwakkeren in de samenleving, zoals dat zo mooi heet. Mm-hmm. Onder andere de zorgaanbieders. Nou, ik ben niet met de zorgaanbieders bezig. Nee, maar u monitort dat wel. Ik doe al 18 jaar vrijwillige ouderadvisering. Ik ben een van de gelukkige mensen geweest die op 50-jarige leeftijd het arbeidsproces uit moest. Vanwege mijn werkzaamheden bij de Koninklijke Marine. Dan moest je toen de tijd in 1985 nog met 50 jaar verdwijnen. Mm-hmm. En dan val je in een gat, want je hormonen gieren ook nog door je lichaam heen. Dus, heb je daar nog steeds last van trouwens, van die hormonen? Hebt u daar nog steeds last van? Dat is een ander onderwerp. daar moet je een specialist uit de oudere geneeskunde voor vragen. Oké, okay, maar ga verder met uw verhaal. Ik ben nog gezond en wel. Mooi. Ja. Maar goed, die zorgaanbieders, de zorg voor de zwakkeren. De zorg voor de zwakkeren is door de overgang van de sociale wetgeving... Dat die vernieuwd is 1 januari jongstleden. En er is heel veel kritiek op de wijze waarop de keukentafelgesprekken gevoerd worden. Naar aanleiding van de initiëring. Want dat gaat dan door bepaalde poppetjes op het stadhuis gebeurt dat. Mm-hmm. Die keukentafelgesprekken. En ik ben tot de ontdekking gekomen dat die keukentafelgesprekken echt op een goede manier verlopen. Ja, die keukentafelgesprekken die vinden plaats om zeg maar weer inzichtelijk te krijgen op gemeentelijk niveau. Dat moet verminderd worden voor wat betreft de huishoudelijke hulpen. Alleen, het wordt minder, want de gemeente is 40% gekort op die rijksbijdrage. Dat is ook een dwangmiddel om het beter en gestructureerder te kunnen organiseren. Ja. En nou is de vraag natuurlijk, lukt dat? Nou, dat lukt heel goed als de contractanten... die een contract hebben afgesloten, zorgaanbieders, met de regio, en dat zijn er 7 of 8, dat die hun werk goed uitvoeren. Dus ik zou heel graag zien dat er meer gecontroleerd werd op prestatieafspraken. Nog meer zaken wat Sociaal Tiel raakt? En daar bedoel ik bijvoorbeeld mee... Het was even... Dan kom ik even bij het onderwijs. Nou, vertel. Er komen hoe langer hoe meer privé-instituten voor huiswerkondersteuning. Mm-hmm. Een loffelijk streven. Dat is op zich toch een goede zaak. Daar komen privéscholen, ook een loffelijk streven. Alleen ben ik er bang voor als mens en ook misschien wel als, zeker weten, als Sociaal Tiel. Dat we uit moeten kijken dat er geen tweedeling in de samenleving komt. Nee, geld bepaalt. Hmm? Het geld bepaalt, maar er moet ook... Het geld bepaalt, dus een tweedeling tussen arm en rijk. Ja?
Ik ben de oudste van 13 kinderen. Ik ben van 1935 en ik heb genoeg, ja, ellende wil ik het niet noemen, maar genoeg verdriet gezien bij mijn ouders en andere mensen. Van hoe krijg ik mijn kinderen verder op in de studie? Dat het niet alleen de ambachtsschool en dat soort instituten wordt, maar dat ze ook de overal eens uit konden trekken. Nou, maar Tiel direct kan daar niet zo heel veel aan doen. Met name ook de landelijke overheid die daar een rol in speelt. Wat Tiel kan doen, dat doet men. Dat probeert men. Of niet? Ja, dat probeert men, ja. Dus ook dat is goed. Ja. Maar dan ook nog verder, als je daar dan over... Nou trek je mijn mond open. Mm-hmm. Dan denk ik aan de participatiewet. Ja. Wat gaat er gebeuren met die mensen van landen die arbeidsgehandicapt zijn? Die moeten weer in het arbeidsproces komen met een zogenaamde loonsubsidie, als ik het goed verwoord. En dat slaagt helemaal landelijk niet. En ik heb ook heel sterk de indruk dat het bij werkzaak nog heel wat kopzorgen geeft om dat op een goede manier die mensen aan de gang te krijgen. Want wat gaan we doen met leerlingen die van bijzondere scholen afkomen? Ja. Ja? Nou, het zijn... Die in de toekomst. Kijk, die dus vallen tussen vallen schip. Die... Er zijn dus redenen genoeg dat Sociaal Tiel die vinger aan de pols blijft houden. Maar toch komt dat niet volop tot uiting in de raad. Ja, nou ga je me... Nou probeert u mij uit te lokken om de conduïten... Ja. Van ons raadslid hier om publiek op te gaan zitten maken. Nou, dan heb ik het verkeerde poppetje, jongen. Nou, het is helemaal niet zo dat ik dat probeer, maar het zijn wel feiten. In de zin dat het veel mooier zou zijn en beter zou zijn als dat woord ook daadwerkelijk naar buiten te komen. Nou, ik vind dat hij het tot nu toe redelijk goed doet. Ik heb het ook niet over de persoon aan zich. Ik bedoel, ga er maar aan staan, ga het maar doen. Nou ja, kijk, als je met één man in de gemeenteraad zit, dan hoef ik niemand te vertellen die daarin thuis is wie het is. Nee, maar als we even weer terugkijken, en ik begrijp dat u dat vervelend vindt. Sociaal Tiel, nu 2,5 jaar zo'n beetje, zeg maar een 2 jaar bezig. Maar kan nog niet echt zeggen van nou, dat is de toevoeging geweest van Sociaal Tiel. Daar staat men voor. Het is nog altijd een leerproces. Nou, het is absoluut een leerproces. En er zijn misschien wat dingen bij waarbij de twee senioren die ermee begonnen zijn, mm-hmm. misschien wel te voortvarend te werk zijn gegaan. Ik bedoel, in oktober 2013 ben ik opgestapt als raadslid van een andere lokale groep, politieke groepering. Mm-hmm. En in half december zat ik al bij de notaris de stichting van de vereniging Sociaal Tiel te tekenen met een paar bekenden. Ja, u gaf het zelf ook al aan in het begin van het gesprek. Het kost me veel tijd. Ja, dat het gesprek... Meer tijd eigenlijk dan voorheen. Ik besteed er meer tijd aan als voorheen, ja. Mijn vrouw zegt nu vaker 's avonds, jongen, ben je wel thuis? En dan zit ik te lezen. Maar goed, meneer De Wild, Jan De Wild, die zou Jan De Wild niet zijn als hij daarover heeft nagedacht. Ja, heb ik ook over nagedacht. En wat kwam daaruit rollen? Hoe bedoel je dat? Over die gedachte. Samenwerking wellicht? Ja, samenwerking met andere lokale politieke partijen. Ik heb nogal wat kennis in Nijmegen zitten, omdat daar kinderen van me werken. En ik vind dat een iets, maar dat is een droom. Dat die beter kunnen gaan samenwerken. Dus is dit een proefballonnetje? Mogen we dat zo stellen? Dus... Nou, misschien wel. Ik weet het niet. Lokale partijen, ook in de Tielse, zouden dus heel goed kunnen samengaan. Ja, dan kan je dus ook een zodanige positie proberen te verwerven dat je ook eens een keer de regeringsverantwoordelijkheid kunt nemen. Dus dat je een wethouder namens de lokale politieke partijen weer... In het college van BNW krijgt. Meneer De Wild, stof genoeg dus om na te denken. En tot slot, wilt u nog iets kwijt? Ja, ik wil eigenlijk nog kwijt de ontwikkelingen bij het vijverterrein en Fluvia. Dat moet dan een soort strandje worden daarbij. Een mooi stukje Tiel. Maar dat is een heel complex... En dat is een heel complex geval. Dat hoort eigenlijk ook bij het vaststellen toen de tijd in de jaren 2006 of 2007 van het Waalfrontgedachte. Mm-hmm. Ja, en ik krijg, nadat ik gestopt ben als raadslid, heb ik daar me een beetje goed in kunnen verdiepen. En ik heb wel eens de indruk
dat een moeilijk dossier is voor de wethouder die daarmee belast is. En helaas moet ik dan de conclusie trekken, en ik weet niet of ik het goed verwoord, dat vele van haar voorgangers, wat dat dossier betreft, boter op hun hoofd hebben. En ja, dat, en hoe bedoelt u dat? Boter op het hoofd, in de zin van dat er andere belangen zijn gediend? Nou, hoe er om is gegaan met diverse groeperingen, ondernemers, die daarbij betrokken waren. Of die genoeg invloed hebben gehad op een positieve manier in verband met hun bedrijf. Ja, dus de huidige wethouder heeft een probleem, zegt u eigenlijk, om dat tot een goed einde te brengen. Waar ze eigenlijk niet zoveel aan kan doen. Ja, dan zou ze een tweede manveld worden. Hè? Ja, nou dan zegt u nogal wat. Ja. Maar goed, ook dat zal zich in de nabije toekomst, de uitkomst, hoe dat precies gaat lopen, daar worden we vanzelf mee geconfronteerd. Ja. Oké. Alles nu gezegd? Ik denk het wel. Nou goed, hartstikke bedankt. En ik nodig u zeker nog een keer weer uit om gezellig te komen babbelen over de Tielse politiek. Nu in het koetshuis aangeschoven Robert van Galen van D66, fractielid van deze Tielse partij. Goeiedag. Van harte welkom. Vluchtelingenproblematiek, daar heb jij een duidelijke mening over. Ja, de vluchtelingenproblematiek is afgelopen woensdag in de raadsvergadering uitvoerig besproken. Nou, omdat er heel veel onduidelijkheid is over hoe het gaat met huisvesting, met banen, met woningen. Ja, meneer de Wilde zei onduidelijkheid. Net ook al, hè? Ja. Communicatie. Communicatie is hartstikke belangrijk. En wat je ziet is dat er heel veel misvattingen zijn. Heeft dat alles te maken ook met de onderbuikgevoelens van de bevolking en daar alles bij trekken? Ja, alles wordt erbij gehaald. Kijk, een aantal dingen in de samenleving lopen misschien niet optimaal. Er is... Misschien, dat woordje kunnen we weglaten. Nou, ja, dat vind jij, maar ik... Voor die onderklasse. Ja, het is lastig om banen te vinden. De doorstroming op de huizenmarkt is ingewikkeld. En op het moment dat je dat ziet... Maar dat vind jij er ook? Ja, maar dat is ook zo. En op het moment dat je dan ziet dat vluchtelingen, tussen aanhalingstekens zeg ik even, want het gaat ook nog om een goede definitie, een huis toegewezen gekregen, ja, dan roept dat een heleboel gevoel op wat onprettig is. En dan worden mensen boos of gaan geërgerd of ongenuanceerd reageren. En het is ook een lastig onderwerp. Kijk, statushouders, daar voldoet Tiel aan zijn verplichtingen in de opvang. Het worden er volgend jaar meer. Die statushouders die zijn gescreend. Ja. Die hebben de status gehad volgens onze democratische spelregels. Die zijn hier dus toegelaten. En daar moeten we ons aan houden. En daar moeten we ons aan houden. En die hebben recht ook op een woning. Maar doordat die woningmarkt vastzit, ja, is de doorstroom vanuit de AZC's, de asielzoekerscentra, heel erg ingewikkeld. Maar op social media, die reacties van heel veel mensen, ook uit Tiel, ja, die zijn natuurlijk niet misselijk. Ja, maar weet je, ik vind ook dat op het moment dat je op social media jezelf erover uit... en een stevige stelling inneemt, dat je je ook verplicht om je goed te verdiepen in hoe zit het dan feitelijk in elkaar. En een onderdeel van, en daarom zit ik ook hier, is van communicatie, is dat we uitleggen hoe het in elkaar zit. Kijk, want doordat die AZC's daar geen doorstroming in zit, blijft noodopvang voor mensen die hier aankomen, 72 uur noodopvang of iets langer, blijft dringend noodzakelijk. Ja. Mochten AZC's een goede doorstroom hebben, ja, dan is die noodopvang eigenlijk niet noodzakelijk. Nee, maar en het is vooral de noodopvang, waarbij dus mensen tijdelijk worden opgevangen die de screening nog niet gehad hebben. Nou, die de gemeenteraad die heeft gezegd van, nou, mocht dat nodig zijn, dan willen we dat beschikbaar stellen. Ja. Maar is Tiel daar op voorbereid? Nou, weet je, de vraag is zo dringend, zou je kunnen zeggen, dat er nu een voorbereiding plaatsvindt. De burgemeester is portefeuillehouder, coördinerende portefeuillehouder in Tiel, maar ook in de regio. Dus aan het zoeken naar locaties. Aan het zoeken naar locaties, geschikte locaties. En mocht de vraag er zijn? Dan hebben wij als gemeenteraad, en ik zeg erbij de meerderheid van de gemeenteraad, maar je zei de gemeenteraad was geen unaniem besluit. De VVD en het CDA zijn erop tegen. Ik vind het op zich wel opmerkelijk dat een partij als het CDA met de C daarop tegen is. Want ja, wij zeggen als D66, wees streng. Wees rechtvaardig, maar ook humaan. Ja. En daar gaat het in dit geval om.
dat die opvang er niet is. Ik begrijp het wel, want het is een onderbuikgevoel. Maar aan de andere kant denk ik, ja, je zult toch zomaar je land hebben moeten verlaten vanwege oorlogsgeweld. Jezelf niet zeker voelen omdat je of een politieke mening hebt die niet past, of nou ja, een geaardheid die niet past, waardoor je vertrekt of moet vertrekken. Ik denk dat niemand prettig en vrolijk en opgewekt huis en haard achterlaat om naar een hele vreemde samenleving te vertrekken. Nee. Dus dat gebeurt niet zo makkelijk hoor. We doen daar heel luchtig over soms. Van, ja, het zijn allemaal gelukszoekers. Nou, daar geloof ik echt helemaal niks van. Nee, ze zullen ertussen zitten, maar dat is een niche. Dat is een kleine minderheid, een enkeling. Ja. En als die ertussen zitten, dan worden die via de screening binnen. Ja, dat wordt ook duidelijk, hè? Worden eruit gehaald. Ja. Absoluut. Die gebouwen, hè, er is ingesproken. Ja. Ik praat over bijvoorbeeld het gerechtsgebouw. Ja. Daar zal het niet gaan plaatsvinden. Maar er zijn ook andere locaties. Hè, het gerechtsgebouw zal het zeker niet gaan plaatsvinden. Waarom niet? Het is totaal ongeschikt. Ja. Er moeten heel veel aanpassingen aan gebeuren. Denk aan de sanitaire voorzieningen. Dus dat gaat niet lukken. Maar het is in het leven gekomen doordat de Rijksgebouwendienst heeft opgevraagd. Ja. Ja, welke gebouwen zijn er eigenlijk beschikbaar en staan leeg. En dan wordt opeens het gerechtsgebouw ook genoemd. En dan gaat een eigen leven leiden. En, maar er zijn hier misschien wel kantoorpanden die makkelijk aan te passen zijn. Of de Betouwen, de oude surfsflatten in Tiel West. Maar ook daarvoor zul je met de bewoners het gesprek moeten gaan voeren. Dat is ook in de raadsvergadering nadrukkelijk aan de orde geweest. Ja. Jongens, een van de dingen die speelt is informatie. Waar hebben we het eigenlijk over? Er komen geen honderden noodopvangen hier naar Tiel. Daar is gewoon geen locatie voor. Dus het gaat altijd kleinschalig. Dus dat is informatie. Over waar hebben we het in feite over? En je zult met mensen het gesprek erover moeten voeren. Dus ja, en blijven voeren. En blijven voeren is het landelijk standpunt van D66. Zorg voor goede informatie en communicatie. Want dat is de enige manier om aan draagvlak in die samenleving te zorgen. Ja. D66. Jij bent natuurlijk al een oud-gediende als we het nu vergelijken. Met bijvoorbeeld 10 jaar terug en nu. Ja. Wat is het verschil? Of een verschil? Nou, met 10 jaar terug en nu is een groot verschil dat we nu met 5 raadsleden in de gemeenteraad zitten. En ik heb daar ook wel eens in mijn eentje gezeten. Ja, dus had je redelijk vrij spel, zullen we zeggen. Nou, dat niet, want je probeert constructief mee te doen. En we hebben ook wel eens als kleine partij een wethouder geleverd. En ik vind dat je als politieke partij eigenlijk altijd vrij spel hebt. Vrij spel in de zin van je staat ergens voor, je probeert wat te bereiken, je probeert je visie en idealen te bewerkstelligen. Er zijn 2 manieren. Of je houdt ze super lang vast en je krijgt er geen meerderheid voor. Of je probeert te zoeken met partners, andere politieke partijen, naar een meerderheid, een goede deal, om dingen voor elkaar te krijgen. En uiteindelijk gaat het daarom. Kijk, als ik bijvoorbeeld kijk naar onderwijs. Kijk, D66 is de onderwijspartij, zou je kunnen zeggen. Nou, dat heeft alles te maken met de mensen die in die fractie zitten, die bij het onderwijs betrokken zijn of zijn geweest. Niet alleen dat, maar het is ook landelijk. Daarover zo. Had je trouwens nog nieuws te melden. Ja, daar kan ik je zo wel wat over zeggen. Mm-hmm. En de partij heeft er toch voor gezorgd, het staat nadrukkelijk in het verkiezingsprogramma, dus lang over gewedijverd om te gaan investeren in het voortgezet onderwijs. Nou, goed voor Tiel. Goed voor Tiel, want wat we niet moeten hebben is dat Tielse leerlingen in Geldermalsen of weet ik wel ergens anders naar school gaan. Die horen in Tiel naar school te gaan. Dus daarin een goede keten te zijn. En je refereert aan het gesprek wat we voor de opnames begonnen even hadden. Vanaf januari ga ik ook werken in Tiel op het Lingen College. Want jij hebt altijd in het onderwijs gezeten. Ik heb altijd al onderwijs. Wat deed je precies? Ja, ik ben afdelingsleider of teamleider voor een afdeling. En ik doe dat nu in Helmond op een VMBO-school. De leerlingen waarvan de samenleving al zegt, die zitten aan de onderkant van de samenleving. Nou, dat is volstrekte onzin, want daar worden de mensen opgeleid die hoofd en handjes heel goed weten te combineren. Precies. In de zorg, in de logistiek, in de bouw. We hebben heel veel mensen daarvoor nodig. En op het Lingen College bieden ze daar alle ruimte voor. En het is goed dat in dat gebouw en in die school geïnvesteerd gaat worden. Net zo goed als aan de
Heiligenstraat. Ik bedoel, die gebouw is jarenlang niks aan gedaan. En nu is er eigenlijk draagvlak voor. Dat is een soort onderwerp wat ik net over had. Er liggen ambities. Nou, gefeliciteerd in ieder geval met die aanstelling. Dus, dat betekent dus ook dat je meer tijd krijgt voor de Tielse politiek. Minder reizen naar Helmond. Minder reizen. Of ik, ik kop hem maar even in. Ja. Of ik dan meer tijd voor de Tielse politiek krijg. Ja, weet je. Je kunt er dag en nacht mee bezig zijn. We hebben net meneer De Ronde gehoord. Die geeft aan dat hij echt heel veel tijd mee bezig is. Nou, dat geldt voor mij natuurlijk ook. Want je wil toch alles zo goed mogelijk volgen. En je hebt het beste met die stad voor. Ja, je hebt het beste met die stad voor. Zeker. Ik bedoel, ik probeer op alle manieren te investeren in de stad. Kijk naar wat er aan de binnenstad gebeurt, waar projecten op gang gebracht worden. Ja, dat is wel wat je probeert voor elkaar te krijgen. Waar zit jouw uitdaging voor de komende tijd? Waar zit de uitdaging voor de komende tijd? Nou, ik vind dat de kwaliteit van de openbare ruimte, van het winkelgebied, van de entrees van Tiel. Kijk naar de Burense Poort bijvoorbeeld. Hè. En daar is over gesproken in dat beslotenheid. Hè? Kun je daar iets over zeggen? Nee, want anders zou het geen beslotenheid geweest zijn. Nee, maar goed, misschien over centjes of zo, maar wat staat er op stapel? Nee, daar kan ik niks over zeggen. Er ligt geheimhouding op. En daar ga ik me aan houden. Dat is heel vervelend. Ja. Maar mensen die niet weten, wat is de Burense Poort? De Burense Poort is het gebied rondom het Hasselmanplein, de Veemarkt, de Albert Heijn, de ABN AMRO Bank, het parkeergebied daar. Nou, er was vroeger een echte Burense Poort. Er werd ook toegang tol geheven tot de binnenstad, om in de stad te komen. Dat hebben ze heel lang volgehouden. Dat is natuurlijk allemaal verdwenen. Maar Tiel heeft een aantal karakteristieke ingangen, zou je kunnen zeggen, tot de binnenstad. En nou, door te investeren in die poorten. Nu zien we volop de Westluidenspoort. Waterpoort is al heel lang geleden gedaan, ja. Zandwijkspoort. Ja, probeer je toch dat imago van compacte stad, waar heel veel te krijgen is, hele authentieke winkels, goed neer te zetten. Vandaar ook dat wij bijvoorbeeld. Die ontwikkeling in die Burenspoort, wanneer gaat dat plaatsvinden, zo'n beetje? Ja, ik denk 2016-17 gaan we daar zeker wat van merken. Dus dat is op vrij korte termijn. Ja, natuurlijk. Want kijk, we willen ook wel vaart maken met ontwikkeling van een aantal gebieden. Nou, en het is een heel moeilijk gebied, hè? Er zijn heel veel partijen. Ja. Het is een ingewikkeld verkeersgebied. De winkelzone die daar aanraakt. Er zitten commerciële bedrijven, zoals de Albert Heijn. Er zitten de tankstations. Maar het gaat voortvarend. Ik vind dat het heel voortvarend gaat. Oftewel, ja. Er is nog werk genoeg voor Robert van Galen in de Tielse politiek. Er is werk genoeg in de Tielse politiek. En dat blijft zo. En dat blijft ook zo. Ja, ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen. Ik vind het eigenlijk ten opzichte van 10 jaar geleden op een aardige manier veranderd. Er zijn meer vrije discussies. Er worden soms notities in de raad gebracht of een thema zonder dat dat uitgebreid in commissies voorbereid. Kijk naar de discussie over de vluchtelingen wat we gehad hebben. We hebben het een keer gehad over de vrije wietteelt, waar een discussie over geweest is zonder dat dat van tevoren door het college werd voorbereid. Ja, past ook wel bij D66. Past heel erg bij D66. Maar het is ook wel een lang traject om te wennen dat je zo een vrije discussie voert. Want een vrije discussie betekent goed naar elkaar luisteren, snel schakelen in argumenten, proberen het met elkaar eens te zijn of oneens te blijven en te benoemen van ja, waar zitten dan die verschillen, want dat maakt het ook interessant. Nou, die verandering heb ik wel gezien, maar daarnaast zie je natuurlijk ook het toenemende aantal van moties, het toenemende aantal van overleggen via e-mail. 10 jaar terug of 15 jaar terug, ja, was dat allemaal veel anders. Dus weet je, politiek verandert wel. En dat zie je niet alleen in de Tielse, maar dat zie je natuurlijk ook op andere niveaus, provinciale rijksniveau. Niet allemaal negatief. Nee, ik vind dat er best het een en ander gebeurt. En nou ja, kijk, naar zo'n vluchtelingendebat, daar lag een heel uitgebreide notitie aan ten grondslag van BMW. Je had het heel goed gedaan, hebben ze ook complimenten voor gekregen. En wat je dan ziet is dat iedere fractie zijn statement maakt. Ja. Nou, dat vind ik eigenlijk al behoorlijk. De volgende stap zou erbij kunnen zijn dat we elkaar ook bevragen naar de ins en outs van zo'n statement. Dan krijg je wat meer debat. Ja. Daar waar dat met de discussie over een nieuw zwembad wel gebeurt, want er zijn heel veel vragen en dan. Ja, wat vond jij daar trouwens van? Even kort hoor. Over de discussie over het zwembad. Ja. Nou, de vraag die er was. Er werd ook geroepen, namelijk van nou, dat stuk dat had beter voorbereid moeten worden. Nou, de wethouder heeft zijn werk niet goed gedaan.
Kijk, terwijl de bedoeling juist was om kaders te stellen. Ja, weet je, kaders stellen wil zeggen, de raad geeft aan welke kant het op. Precies, en dat wil die raad ook. En dat wil die raad ook. Er lag een notitie met een aantal varianten. Ja. We doen eigenlijk helemaal bijna niks. En we behalen maximaal de gestelde bezuinigingen. Of we gaan een zwembad bouwen, vernieuwen zoals dat er nu is. Precies. En dan halen we helemaal geen bezuiniging. Maar wat je dan wil, als je kaders gaat stellen... Dan heb je ook wel informatie nodig. En dan kun je zeggen, ja, waar moeten we die informatie vandaan krijgen? Als raad zit, je kunt zelf op zoek gaan naar die informatie, dat is heel goed. Maar dan heb je ambtelijke ondersteuning en bijstand nodig. Dat is een wettelijk recht voor raadsleden. En daar ging er misschien wel wat niet helemaal goed, want er werd wel over aantallen gesproken. Ja, maar het bleef wel een beetje wollig, hè? Maar het bleef wollig welke verenigingen er nou zijn, hoe de horeca in elkaar zit, hoeveel bezoekers er jong en oud nou zijn. En dan wordt het natuurlijk lastig om een afweging te maken. Dus een goede richtinggevende discussie kun je alleen dan krijgen als er ook goede informatie is. En waar de kritiek op zat, want dat kun je wel afleiden uit tal van vragen die gesteld werden, was, hebben we eigenlijk alle informatie wel? Los van dat je een helemaal uitgewerkt plan hebt, hè, want dat is wat anders. Heb je wel alle informatie om uiteindelijk tot een aantal van die richtinggevende uitspraken te komen. En het is nu geworden, we willen alles wat we nu hebben. En dan nog liefst iets beter en dan voor bijna geen geld. Dat geeft de wethouder daar is een enorme kant veel ruimte, maar ook niet. Daar twittert hij volgens mij ook over, hè, dat hij alle ruimte gekregen heeft. Maar het is volgens mij ook een hele moeilijke uitdaging. Dus ik ben ontzettend nieuwsgierig naar wat dat gaat opleveren. Het is het idee van, wij willen in een Ferrari rijden, maar we hebben maar een tientje. Misschien is het wel zo. Maar weet je, aan de andere kant, het is een mooie uitdaging. Want het heeft wel aangegeven wat ook de bevolking in Nederland vindt. Ja. In 2011 is er onderzoek gedaan. Dan mag de wethouder laten zien hoe die ze werken. Ja, nee, maar daar ga ik toch nog wat over zeggen. In 2011 is er onderzoek gedaan, 2011-12, door de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, samen met de zwemkoepels die er zijn. Ja. En daar blijkt uit dat zo'n ruim 90% van de bevolking wil dat iedere stad een eigen zwembad heeft. En dan denk je, dat vinden mensen niet zomaar. Het gaat om gezondheid. Zwemmen is goed voor gezondheid. Ja. Veiligheid. Kinderen leren zwemmen. Ik bedoel, het gaat nogal om wat. Maar je moet ook realistisch zijn. Het is een zijn. Basis. Ja. Het is een basisvoorziening. Maar de vraag is, moet die in iedere stad zijn? Als er in Culemborg een heel groot nieuw zwembad is, mag je dan verwachten dat mensen daar met de auto naartoe gaan en weer terug? Ja, dat zijn de afwegingen die je met elkaar moet maken. Nou, ook dat gaan we in de toekomst meemaken. Ja, zeker. Hey Robert, veel succes in de toekomst en graag tot de volgende keer. Nou, dank voor het gesprek. Nou, weer voldoende stof tot nadenken met deze twee gasten die we hadden in het koetshuis. Natuurlijk zijn we er volgende maand weer. Graag tot dan.